Goedenavond, dames en heren in Nederland. 200 jaar geleden is het dat landverhuizers uit het midwesten van Amerika over de Rocky Mountains trokken en een zoutmeer ontdekten met mooie groene vlakte daaromheen. Ze zeiden, hier is het en hier gingen ze wonen en hier heet het Utah en hier heet het Salt Lake City. Een stad van mormonen, zoals wij denken te weten. De stad van de Olympische Winterspelen van 5 jaar geleden. Een stad waar niemand, maar dan ook helemaal niemand wakker ligt als het gaat om de wereldkampioenschappen hardrijden om de schaats. Een echte Amerikaanse stad met bedrijvigheid overdag en met stilte 's avonds laat. De tram van de Olympische Spelen rijdt nog altijd. En voor de rest is het in de stad stil geworden. Zoals gezegd, men werkt hard en men leeft hier. Terwijl hier de state capital is in een staat waar goed geld verdiend wordt met toerisme. Want die trekken de bergen in waar je goed kunt skiën. In Kearns, een klein voorstadje van Salt Lake City, vind je dit bouwwerk. Dat waarschijnlijk bij ons Nederlanders bekender is dan bij de gemiddelde inwoner van Salt Lake City. Want die mensen die zijn niet zo van schaatsen. Wij wel. Wij weten dat je hier de wand hebt. En op de wand staan de tijden van 's werelds snelste. En daar gaan we vandaag over praten. Over de wereldkampioenschappen afstanden voor mannen en voor vrouwen. We doen het in 4 dagen. We zijn er vandaag, morgen, zaterdag en zondag. En om u een beetje wegwijs te maken wat we vandaag gaan doen, is hier het tableau voor de dag van vandaag. Om 8 uur uw tijd gaan we beginnen met de eerste afstand. En dat zal zeer overzichtelijk zijn. Dat zijn de vrouwen die gaan rijden. En de vrouwen doen het over 1500 meter. 10 paren. Dan om 9 uur hebben we de eerste ritten voor de mannen op de 5 kilometer. Dat zijn 6 ritten. Dan volgt er een pijlpauze. En dan nog eens een keer 6 ritten. Dat is allemaal heel erg overzichtelijk. Dan weet u waar u zich aan kunt houden. En wat ze hier in dit Olympisch ijsstadion, want zo noem ik het toch altijd wel, waar ze zich hier aan moeten houden. 2 afstanden op een dag. 2 hele grote afstanden voor het Nederlandse hardrijden op de schaats. Want met de 1500 meter voor dames en de 5 kilometer voor mannen zijn wij Ria Visser en Bart Veldkamp toch meteen op heet ijs gekomen, dacht ik te mogen zeggen. Nou, dat vind ik wel, ja. Toch? En gelukkig heel goed ijs. Dat leek in het begin van de week niet, maar het ziet er wel heel mooi uit hier, ja? Achter ons. Wat, ja. Wat hebben de rijdsters en de rijders jou meegegeven vanochtend? Nou, dat het met de dag beter werd en zelfs met de halve dag. Dus wat was het 2 dagen geleden? 'S ochtends heel slecht, maar 's middags weer beter. Gisterenmorgen heel goed. En dat heeft in ieder geval een goede lijn. Die lijn is ingezet en die is doorgegaan. Ja, want wij kwamen hier gisteren aan, Bart. En toen waren er nogal wat mensen aan het mopperen op het ijs. Omdat hier te weinig, nou, dat is een belachelijk woord, competitief ijs is geweest. Dit is pas de 2e wedstrijd van het hele seizoen hier, hè? Ja, ze hebben ook een nieuwe ijsmeester, dus die moet ook veel leren. En ja, de geldkraan is natuurlijk gewoon dicht gegaan. Dat is een gek verhaal natuurlijk, hè? Er is hier niks meer, hè? Is hier niks. Kijk, in Calgary hebben ze toen een tijd bij de universiteit de ijsbaan gebouwd. En daar hebben ze nu ook enorm veel spijt van dat ze dat hier ook niet gedaan hebben. Ze zitten gewoon in Kearns, in een enorme uithoek van Salt Lake Valley, waar, ja, zeg maar, alles is. En dat is, dat heeft ook zijn weerslag op financiële middelen die er zijn. Dat traint hier ook bijna niemand meer van de Amerikanen. Alleen Hedrick heeft hier een beetje gewerkt. Ja, het ligt eigenlijk volledig op zijn gat, het hele schaatsen in Amerika. In Milwaukee is er geen organisatie, hier is geen organisatie. Dus ja, het is een beetje de armoede troef. Ja, je had hier Nick Thomas, de oud schaatsrijder, die was hier baas, maar die hebben ze gewoon weggezuiverd. Hè? Ja, het totale personeel is weggegaan. En wat betreft die ijsmeesters, dus er schijnen 2 jonge jongens nu op die dweilmachine rond te rijden, die het echt moeten leren. Dat is een vak apart, want je moet echt zorgen, ja, dat je streep aan streep en geen witte plekken overhoudt. En 3 dagen geleden of 2 dagen geleden, hè, er wordt dan wel hier ook weer een soort van glijmiddel in het water gedaan om het ijs mooi te houden. Maar toen bleek dat er echt doffe plekken in het ijs zaten, zoals een vloer die slecht gedweild is. En dat je dan ook tegen het zonlicht kijkt en doffe plekken ziet. Dus we hebben in ieder geval iets om over te mopperen. We hebben sowieso wat om over te mopperen. En het grappige was ook dat de ijslaag heel groot was. En dat wordt in Nederland gedaan als er veel publiek rijdt. Om dat ijs maar erop te houden op dat beton. En hier is waarschijnlijk die laag zo groot gebleven, omdat er nooit wat aan gedaan is. Ja. Ria heeft het nu genoemd. Maar als u straks beelden krijgt van de tribunes. En u heeft misschien al een beetje door dat achter mij, recht achter mij, zeg maar de eretribune van dit schaatstempeltje is.
dan is de leidende kleur is daar wel oranje. Het is hier heel moderaat geprijsd, want je kunt voor $7 kan je per dag naar binnen toe. Nou, kom daar eens voor een echt wereldkampioenschap. Maar de meeste mensen zijn eerst zeker 10 uur met een vliegtuig gekomen. En ja, daar zitten ze dan uitgedost zoals wij ze kennen. Dit zijn dan toevallig weer Amerikanen die hier zijn. Maar de overwegende kleur met Yves Kramer in beeld is echt oranje. En dit zijn dan kinderen die hun eten hebben gekregen, het lunchpakket. En die straks naar dat schaatsen mogen gaan kijken. Ik wil u graag meenemen naar de ochtendtraining. Omdat dat nogal belangrijk is. Daar kun je altijd zien wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Onze Bert Maalderink is dan altijd met Frank Dokter en Bart-Jan van der Tuin aanwezig om te kijken van wat er precies gebeurt. De ochtend van de eerste dag van het WK hier. Lachend en wel en als eerste. Klappend naar het ijs om te kijken hoe dat erbij ligt. En om te voelen hoe het met haarzelf is. Op weer zo'n belangrijke dag in haar schaatsleven. Conclusie, ze heeft er zin in. Ik heb zeker zin in, absoluut. Is het anders dan de andere belangrijke wedstrijden die jij dit jaar gereden hebt? Hoe bedoel je? Spannender, minder spannend, noem maar wat. Ik denk dat het dan wel een beetje hetzelfde is. Elk toernooi is een toernooi. Oké, het is geen allround toernooi, maar er zijn wel wereldtitels te verdienen. Dus het is wel een beetje spannend. Wat we vaak van haar gezien hebben. Wat rondcirkelen. Een vliegende proefstart. Allemaal met het doel straks 1.51 te rijden. Nou ja, als ik 1 minuut 51 en een beetje, dan is het ook goed, hè? Het wereldrecord is 1.51.79. Ben je daarmee bezig? Nou, ik niet. Kijk, wel een klein beetje. Ja, bedoel, het is goed ijs. En goed, vorige week zat ik een halve seconde boven. En ik hoop dat ik nou die halve seconde goed kan maken. Maar ik voel me goed en we zullen wel zien. Irene Wüst stond een half uurtje op het ijs. En al haar bewegingen werden nauwgezet gevolgd door haar coach, Gerard Kemkers. Daarna werd er gepraat. Waarover eigenlijk? Ah, dan gaan we even over de tactiek van de race doorbespreken, zeg maar. Is er tactiek bij? Nou, eigenlijk niet. Gewoon hard openen en zien. En dan gewoon 3 rondjes keihard rijden. Zit er toch nog iets, doe je hier iets anders? Misschien omdat het in Salt Lake is, snelle baan, dan je anders doet? Nee, kijk, normaal gesproken rijd ik mijn 1500 altijd wel goed. En ik ga proberen om... vorige week reed ik een hele goede race. En volgens mij kan het in de eerste ronde nog wel iets sneller. Dus dat ga ik deze week proberen. Je bent helemaal niet gespannen, hè? Nou ja, ik voel me hartstikke goed. Dus ik heb wel zin. En voor mij mag het nu al wel 12:30 zijn. Ja, het is nu? Het is nu 9:30. Dus ik heb nog 3 uurtjes te gaan. Precies, want 9:30 in Salt Lake City was 5:30 in Nederland. Het is even rekenen door het tijdsverschil. Dat gelukkig geen invloed heeft op het wereldrecord. En dat betekent dus dat het nu hier 11:50 is. Hier, het is het slot van het schaatsjaar. Terwijl de atleten zich klaarmaken voor dat laatste kampioenschap. De wereldkampioenschappen voor afstanden in Salt Lake City. Salt Lake City ligt in de Amerikaanse staat Utah en heeft 200.000 inwoners. Het bekendste gebouw van de stad is het hoofdkwartier van de Mormonen. Een christelijke beweging die gelooft dat Joseph Smith een profeet was die openbaringen van God gekregen heeft. Voor Mormonen zijn de Verenigde Staten, net als Israël, het beloofde land. Mormonen worden vooral in verband gebracht met polygamie. Maar toch is het hen al sinds 1890 verboden om meer dan 1 vrouw te trouwen. Overigens geldt dat ook andersom. Het klimaat in Utah kan zeer verraderlijk zijn. Zo werd de binnenstad van Salt Lake City in augustus 1999 getroffen door een tornado. Wonder boven wonder viel er maar 1 dode. Er werd voor $170 miljoen schade toegebracht. Als het windstil is, is de zoutvlakte een ideale plaats om snoeihard te rijden in een auto. Het ene na het andere snelheidsrecord is hier gevestigd. John Cobb reed in 1939 592 km per uur. Een record dat 24 jaar stand hield.
Een andere populaire sport in Salt Lake City is skating. Ook daar zijn de faciliteiten uitstekend voor. En ook de bergachtige omgeving is een pre. Speedskating is minder populair, maar de Utah Olympic Oval is wel een echte recordbaan. Vooral vanwege de hoogte. Heerenveen ligt op zeeniveau, Hamar op 125 meter, Nagano op iets meer dan 300, Calgary ligt op ruim een kilometer en Salt Lake City spant de kroon met 1423 meter. Het is daarmee de hoogst gelegen overdekte schaatsbaan ter wereld. De recordbaan van vroeger ligt nog hoger. Medeo in Kazachstan ligt op 1691 meter hoogte, maar heeft geen dak. 1500 meter voor vrouwen dus. Gisteravond werd bekend dat een aantal vrouwen zich had afgemeld, zodat we maar tot 10 paren gaan komen met klassen dus als de snelste. We komen zo direct op haar wereldrecord. Maar ik wil wel even over die afzeggingen praten. Want op het moment dat mensen van zeg maar, het oude Oostblok zich afmelden, dan hebben wij, zeg maar mensen van het oude Westen, hebben wij altijd de gedachte van kuurtje mislukt, te hoge hematocrietwaarde, zitten rommelen in de pot en weet ik veel wat. Nee, dat is onzin. Onzin? Ja, sorry. Ik bedoel met afmelden bedoel ik degene Vriesinger die niet rijdt, ja, omdat ze niet fit is. Die is niet van het oude Oosten. Nee, daarom wil ik even proberen wat duidelijkheid te scheppen. En dan komen we bij het eventuele oude Oostblok. Anschutz is ziek, Sablikova stort zich op de 3 en de 5 kilometer. Wojcika, de Poolse, die is er niet. Pechstein, die stort zich op de 5000 meter uiteraard. En dan kom je bij de reservevrouwen die er niet zijn. En Abramova en Lobisheva, ja. De Russische vrouwen. Dus die hadden mogen starten. En die, dan Bart, heb jij een verklaring? Ja, het is zo dat het WK schaatsen is een Olympisch, WK afstand is een Olympisch onderdeel. Dat wordt in de Oostblok en dan in dit geval dan Rusland gezien als eigenlijk enige meetpunt van hoe zijn onze Olympische atleten in de wereld. En daar kunnen zij Olympische status verdienen. Als centjes, zij, centjes dus. Ja, en dat is echt enorm belangrijk. Ik heb het nog met Vadim Sajut in de coach over gehad. En die zeggen van ja, als wij hier één medaille halen, dan hebben wij dus 100% dekking voor 90 atleten. Ai. In Rusland halen wij geen medaille, dan is dat 60%. Dus als je die twee meiden laat rijden hier, worden ze keurig, zal ik eens wat schatten, 13e en 16e. Daar verdienen ze geen geld en nu gaan ze voor de ploegachtervolging. Daar kunnen ze misschien derde worden en daar kunnen ze dus het bestaan van de hele Russische ploeg kunnen ze daarop laten. Ja, en dat is dus niet echt individueel. Nee, dat is gewoon 90 atleten hebben dan financiële middelen, plus trainers, alles. En als er dus hier geen medailles in Rusland worden gehaald, zitten ze in de B-kader met de hele bond. En dan krijgen ze 66%. Prachtige uitleg. Ik heb net de naam Klasse genoemd. Cindy Klasse, wereldrecordhoudster. En u weet dat ook zij haar tijd anders heeft ingedeeld in dit voor haar post-Olympische jaar. Schijnt voor Nederlanders schijnt dat helemaal niet te gelden. Maar Klassen is wereldrecordhoudster, dat we dat wel weten. Het is bijna een seconde dus onder het schema van het wereldrecord van Vriesinger. En kan Rodriguez in de slipstream mee? Doorkomsttijd van Vriesinger. 1:22:53. Daar staat het met een rondje 29-1. En Klaassen zit daar nog altijd onder. Rondje 28-7. En zo lijkt het erop dat Vriesinger haar wereldrecord kwijt gaat raken. Dit kan Klaassen toch niet meer laten lopen. Laatste meters. Oh, wat komt hier een tijd aan. Geweldig. Cindy Klaassen. Kijk toch eens. 1:51:79. Wat is dit zeg. 1:51:79. Daar verbleken toch alle andere tijden bij. Ook die van Vriesinger. De bevestiging dat Salt Lake City absoluut de snelste baan ter wereld is. Maar 1:51:79. Hoe lang gaat die tijd stand houden? 1:51,5. Dat staat. Daar moeten ze vandaag maar eens wat aan gaan doen. Maar Klasse is Klasse niet meer. Klasse is zelfs niet meer degene die ze gisteren was. En toen stond ze tegenover Bert Maaldrink. It just everything felt smooth and I felt fit and good and so I remember it quite clearly and it's a fond memory. At that time it was an incredible time. Also according to you.
Yeah, I think so. But I mean, the times get faster and faster. And I mean, I remember when I think Anna Marie Thomas had the world record at 155. And I remember thinking, no one's ever going to get close to that. And so you think that they're fast times, but then people get faster and faster. And eventually they get broken. Yeah. Also by you? I hope someday, but I'm not sure about this weekend. But I know that they're going to get broken eventually. Because when I look at last week, you're far away. Not so far away, but far away from that time. Yeah, last week was pretty tough for me. I felt not as good as I have in the past. And I'm not sure how it's going to go this weekend, but I'll try my best. What's the reason for that? Is that the beginning of the season that you quit skating for half a year? Yeah, I think so. I mean, this whole season I haven't felt as fit or in form as I normally do, and that's a sacrifice I had to make when I came into this season. And when my coach and I sat down and we decided that I'd take this break, we knew that my results wouldn't be as good as normal, but I just have to remember that. And but I'm happy with how the skating's been going, and I think that it can give me confidence going into the next season. Or is there still hope, some hope, that maybe in one weekend, but it will happen? You never know. I mean, I can cross my fingers and hope, but I'm going to try my best this weekend, and that's all I can do. Dat was Cindy Klasse gisteren. 1500 meter vrouwen. We hebben de lijst er eens bijgenomen. Dan kom je de naam van die mevrouw Niemann zo vaak en zo lang tegen. Wie is ze eigenlijk nog? Weten we nog precies wie zij was? Gunda Niemann. Hier is ze. Prachtige sportvrouw Gunda Niemann uit Erfurt. Het is de zoveelste wereldtitel voor Gunda Niemann. Weer een nieuw baanrecord en weer een wereldtitel voor Gunda Niemann. Ich bin Mama von meiner Victoria. Sie wird 5 Jahre alt im Mai. Ich studiere in Köln, habe eine eigene Trainingsgruppe hier, also als Co-Trainerin. Und das Rundrum macht mir sehr viel Freude. Es ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Herausforderung auch. Aber ich genieße die Freiheit. Ich freue mich auch jeden Morgen mit meiner Tochter gemeinsam zu frühstücken und mit meiner Familie zu Hause zu sein. Aber ich sage es auf einer anderen Art auch. Muss ich sagen, wie soll man das sagen? Also mein Tag ist erfüllt und ich brauche immer wieder auch einen gewissen Plan, um alles zu koordinieren und alles auch in den Griff zu bekommen. Und mir macht das einfach Freude. Ich bin so groß geworden. Groß geworden, einfach Ziele zu haben, diese zu erreichen. Und deswegen packe ich das einfach an und ich mache das Beste draus. Anderhalf Jahr ist Gunda Niemann nu gestoppt mit schaatsen. Und zoals Niemann auf het ijs een veelvraat was, ist er dat nu auch noch. Een studie, een baan, een Ria Visser-rol bij de CDF en het moederschap behoeden Niemann voor het gevreesde zwarte gat. We treffen Gunda Niemann in Erfurt bij haar schaatshal. Want er zijn wel eens schaatsers die het over mijn hal hebben, maar er is er maar één met recht van spreken. Also eigentlich jeden Tag, wenn ich auf Arbeit gehe, sage ich, wow, das ist super, dass da der Name dran steht und ich bin stolz drauf, ja. Du kannst wieder, du kannst aus der Bewegung, dass ich dich erstmal sehe, dass du dich selber schulst, dass du reingehst. Dann explosiv losläufst und dann will ich, dass du richtig betonst, runter zu gehen und drauf auf die Seite. Aber trotzdem explosiv drücken, nicht einschlafen. Ne? Das hast du gut gemacht, bist nicht eingeschlafen. Ja? Also es sind 16- bis 19-jährige Athleten, es sind insgesamt 20 Sportler. Ich bin Co-Trainerin und mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. Aber ich möchte natürlich auch im nächsten Jahr oder ein Jahr später eine eigene Gruppe haben, wo man dann auch Verantwortung für hat und etwas erreichen möchte. Machen Sie sich ein bisschen Sorgen über die deutsche Frauen, weil das nicht nach Friesingen nicht sehr viele große Talente gibt auf Weltniveau? Ich glaube überall, es ist egal wie viel man hat. Ich glaube, man muss sich finden und man muss einfach sehr, sehr hart daran arbeiten, alle zusammen. Also es ist wichtig, dass das Team stimmt, dass alles rundherum stimmt für diesen einen, der eventuell das erreichen möchte. Und wenn das Herz stimmt, ist es egal, wie viele dastehen. Wenn du einen findest und du kannst ihn motivieren, dann hast du ihn. Und ich glaube, das geht euch genauso. Ihr habt sehr viele junge Talente, die ich beobachte, auch beim Training. Und wo ich sage, wow, haben die es gut. Schön groß und schlank. Sie bringen Voraussetzungen mit. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir gut arbeiten, dass wir einfach wissen, woran müssen wir arbeiten, wie können wir unsere Sportler überzeugen, dass sie Freude an dieser Sportart gewinnen und dass sie einfach dabei bleiben und dann das richtige Herz haben, dann kann man alles schaffen. De woorden van Niemann zijn bemoedigend voor het Duitse schaatsen, waar de stroom talenten toch wat op lijkt te drogen.
De wereldtoppers Pechstein en Vriesinger zijn al op leeftijd en een supertalent als Niemann is moeilijk te vinden en waarschijnlijk zelfs eenmalig. Das ist schon lange nicht mehr einmalig. Also wenn ich sehe, was derzeit für junge Talente, schon gar keine Talente mehr, einfach welche, die mit 20 schon in der Welt stehen, die schon alles erreicht haben. Irene Wüst, Olympiasiegerin, Around-Weltmeisterin letztes Wochenende, Martina Sablikova. Das sind Läuferinnen, die mit 20 etwas erreicht haben. Da war ich noch nicht so weit. Da war ich noch bei der Leichtathletik und bin gerade zum Eisschnelllauf gekommen. Immer wieder werden Rekorde gebrochen und immer wieder gibt es Athleten, die einem zeigen, dass es noch schneller geht oder noch besser ist, auch bei den Männern. Deswegen ist das bei mir vergessen. Also ich habe sehr viel erreicht, ich bin glücklich, ich habe sehr viel Anerkennung genossen und viele Fans gefunden in meiner Zeit, wo ich Sport gemacht habe. Aber jetzt geht es weiter, also es geht immer weiter. Toch wel veelzeggend ist, dass die Top-Talente, die niemand noemt, nicht von Duitse Makelei sind. Sablikova und Wüst sollen voorlopig lastig te achterhalen sein. En misschien moet Duitsland zelfs al wachten tot Victoria Niemann doorbreekt. Herrlich. Ah, sie ist ein Wirbelwind, das steht fest. Sie hat Freude an der Bewegung, darüber freue ich mich auch. Und sie geht ab und zu auch zum Eislaufen. Aber inwieweit sie nur ein starker Eisschnellläufer wird, das weiß ich nicht. Aber sie hat Freude am Sport und deswegen, ich lasse sie einfach drauf losmachen. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, sie muss aufs Eis und sie soll eine Gute werden. Nein, sie hat Freude am Sport, an der Bewegung und ich gehe mit ihr Eislaufen. Und wenn sie das Feuer fängt und sie hat Freude und möchte eisschnell laufen, dann werde ich natürlich sagen, okay, tu das. Es ist etwas sehr Schönes. Gunda Niemann ist dus de meest succesvolle schaatsenrijdster als het gaat om de wereldkampioenschappen per afstand. Zij vertegenwoordigt Duitsland. Duitsland heeft zeker twee decennia het vrouwenschaatsen beheerst. Daar komt een kentering in. Er is maar één die er nu meedoet. Opitz doet mee. Wat is er nou alweer met Vriesinger? Ze was ziek. Ik heb haar hier wel zien rondlopen. Wie van jullie heeft met haar gepraat? Nou, ik heb niet met haar persoon. Oh, Bart heeft natuurlijk. Persoon. Ik heb de trainer gesproken, de heer Romme. Ja. Maar het is vrij heftig ziek geweest. Vooral hoge koorts in vrij korte tijd. Dus niet een soort van aanloop, maar snel hoge koorts. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat we op hoogte zitten met een heel droge lucht, waardoor die luchtwegen eerder infecteren. Ja. En het feit dat ze niet start nu is om haar zo te kunnen sparen na die aanval, zeg maar, op haar lichaam. En haar bovendien ook nog eens keer de gelegenheid te geven om dat lijf te laten herstellen. En vandaag is het donderdag en ik meen zondag is pas 1000 meter. Dus dat scheelt 3 dagen. Haalt ze dat? Nou, het zou wel kunnen, ja. Althans volgens de heer Romme. En dan mag jij zeggen wat Annie daarvan vindt zelf. Maar haalt ze het ook goed? Ik bedoel, je kan wel op schaatsen gaan staan, maar als je ziek bent geweest. Ja, kijk, het is natuurlijk de enige manier om nog één afstand in ieder geval echt goed te zijn. En dat is op deze manier. Kijk, als je zegt van ja, ik ga proberen 2 keer een gok te wagen. Dan weet je eigenlijk bijna zeker dat het 2 keer gemiddeld wordt. En nu weet je zeker van oké, hoe lang ik herstel, hoe fitter ik kan zijn op het moment dat ik echt moet rijden. En ja, dat is voor haar de 1000. Oké. Okay. Ja, wat Johnny heeft er wel echt de tijd voor genomen om dat uit te leggen. En ik was een beetje verbaasd over het feit dat hij zei, de vorm is er. Daar ben ik niet verbaasd over dat die vorm er is. Maar volgens hem is het zo dat als die vorm er dan maar is, als dat lijf maar goed in conditie is, je krijgt dan toch zo'n aanval van koorts, wat toch veel doet met je lichaam, bij ons als gewone mensen, dat het in die zin bij iemand die echt in goede conditie is, eigenlijk weinig doet. Dat het meer een kwestie is van weer de draad oppakken, weer de goede spanning op die spieren krijgen, weer even die conditie op het lijf weer laten wennen aan inspanning. En dat zou volgens Romme wel voldoende zijn. Ja, dus moet het. Ja, het is zoals het is. Weet je kan er niet meer van maken dan dit. Dit is het. Ja, fysiologisch gezien de beste beslissing om één afstand super te zijn. En die andere Duitse meiden? Pechstein gokt dus op de langere afstanden. Ja, en dan heb je Anschütz, ja, absoluut. Het is weer allemaal, hebben ze die luchtwegen en een soort, ja, ik dacht dat het een virale infectie was, maar het is niet helemaal duidelijk. Ik weet wel dat het heerst binnen die ploeg. En ja, daar is niks aan te doen. Dat is toch, ik had het wel met Franke over. Die zei wel van, Joachim Franke, ja, de trainer van Pechstein. Je zou je kunnen afvragen of je reserve mensen, want ook de reserve zijn ziek, of je die inderdaad altijd bij een ploeg moet laten zijn. Of dat je die juist in een soort van quarantaine moet zetten. Ja, om dan maar te zorgen hotel dat die hoog ver weg. Nou, in ieder geval in een ander hotel, ja.
Okay. Maar ja, goed, we klagen over het feit dat bij de vrouwen er vijf mensen... Er zijn er veel weg. Maar het is wel een snel toernooi zo, hoor. We zijn vlot klaar, we kunnen weer gaan shoppen. Ja. Zullen we, dames en heren, alle afstanden die we hier gaan doen... maar eens beginnen met zeg maar een introductiefilm... zodat u in de afstand helemaal weet wat er gebeurt. Met 4 keer goud is Annie Vriesinger de succesvolste schaatster op deze afstand. De eerste en enige keer dat een Nederlandse vrouw deze afstand won... was tijdens de allereerste WK-afstanden in 1996. In Hamar won Annemarie Thomas. In het pre-klapschaatstijdperk versloeg ze Pechstein in een tijd die nu nog weinig opzien baart, 2:04:46. Dat was nog eens een mooi gezicht. Wat was ze blij met die overwinning. En wat ging ze daarna een andere sport kiezen. Ook wel op een ijsbaantje, maar een heel klein ijsbaantje. En de show kwam erbij kijken. Over show gesproken. Hij is geen echte showman, maar hij is wel een he-man aan het worden. Mag ik u voorstellen aan de man die het Nederlandse schaatsen echt draagt dit jaar. Sven Kramer komt hier bij de ijshal aan. Dan zou je zeggen van kijk, hij is maar één van de deelnemers. Maar dat is hij niet hoor, want iedereen weet dat deze man in het midden met dat eenvoudige rugzakje, dat dat de man te kloppen is vandaag op de 5 kilometer. Met zijn coach Geert Kupper. En wij zijn dus heel erg blij te weten dat hij ook nu hier is. Oké, jongens, eerste afstand 1500 meter, 20 vrouwen. Wie wordt er wereldkampioen? Ria. Ja, wat denk je? Nou ja... Ja, het lijkt mij Irene Wüst. Het lijkt jou Irene Wüst. Ja, ze is ijzersterk. Het is altijd ijs en weder dienen, dat duidelijk. Vriesinger staat niet aan de start. De vrouw die in het begin van het seizoen zo goed was, Nesbitt, is gewoon veel minder geworden dit seizoen. Dan denk ik, nou ja, wie kan Irene Wüst kloppen in deze vorm? Wie, Bart? Wüst. Wüst kan alleen zichzelf kloppen. Ja, die kan zichzelf onderdoen gaan, zeg maar, door gewoon een fout race te gaan rijden. Maar normaal gesproken moet zij het... makkelijk kunnen gaan halen. Verleden week in Calgary tikte ze tegen het wereldrecord aan. Ja. 1:51 en een meetje. Ja, ik denk dat ze de ronde gaat rijden vandaag. Jij, pardon? Dus een wereldrecord en een titel. Ja, ik denk het ijs is, wat we net al zeiden, een stuk beter, stabiel geworden. De mensen hebben hun schaats af kunnen stellen op hoe de vloer echt is. En ja, de rondetijden in de training wijzen uit dat het gewoon sneller gaat dan vorige week. Oké, wij kunnen dus een prettig goudgekleurd kussentje... We kunnen een goudgekleurd kussentje onder de billen gaan doen, dames en heren. Want iedereen is ervan overtuigd dat het een Nederlandse dag gaat worden. Nou denkt u van, wat is hij nu aan het babbelen? Maar we moeten gelijk over met het zogenaamde internationale signaal. En dat betekent dat dat over een kleine 40 seconden van nu is. Dus nu moet ik u in 40 seconden gaan vertellen dat we gaan kijken naar 20 vrouwen die de 1500 meter gaan rijden. En dat we later op uw avond, onze middag hier in Salt Lake City... dat wij dan de mannen op de 5 kilometer gaan zien. Dat doen we in 2 uur, om 9 uur en om 10 uur kunt u 6 ritten zien. We zijn zover. Het wereldkampioenschap hier in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah gaat beginnen. Frank Snoek zit voor ons klaar. Martin Hersman zit naast hem. Dus daar kan het niet aan liggen. Het wereldkampioenschap afstanden 2007. Het is de 10e editie. 1 keer eerder vond dit evenement al plaats op deze ijsbaan in Kearns. Op zo'n 30 minuten autorijden van Salt Lake City. Dat was in 2001 aan de vooravond van het Olympisch jaar 2002. Ook de schaatswedstrijden van die spelen vonden hier plaats. U zult zich dat herinneren. Daar zit de Olympisch kampioene en tevens wereldkampioene op de 1500 meter met haar trainer Neil Marshall. Iets dunner behaard dan in zijn grote jaren. Cindy Klaassen zit daar. Zij weet dat de temperatuur buiten hier 16 graden is. De luchtvochtigheid 32%, dat is laag. Het is 16 graden, ja, de lente is aangebroken in Salt Lake City. Een dag of 4 geleden... was het hier nog een witte bedoeling, maar de sneeuw is verdwenen. De sneeuwklokjes komen boven en sportdagen in Amerika beginnen met het volkslied. Oh, the
Ladies and gentlemen, Mikkel Schor. De Star Spangled Banner. Nederlandse supporters hier, die rekenen op mevrouw Wüst. Wüst, die een goede generale kende in Calgary. En hier, waar het huidige wereldrecord 1:51.79 in beeld verschijnt. Gereden in Salt Lake City op 20 november 2005 door Cindy Klaassen, zal iedereen Wüst daar ongetwijfeld een aanval op gaan doen. Heel leuk, daar zien we ook Jennifer Rodriguez nog even rijden. Die was de tegenstandster van Cindy Klaassen op die 20 november 2005. 472 nachtjes slapen geleden. Toen baarde Cindy Klaassen opzien met 1:51.79. Die tijd benaderde ze vorig seizoen in Calgary nog een keer tot op 600ste. Irene Wüst, daar zitten haar ouders nagelbijtend. Want het is toch spannend straks je dochter zo te zien live in Salt Lake City op 1425 meter hoogte. Die Irene Wüst kwam daar een halve seconde van vandaan. Zij moeten nog even wachten, Iep Kramer en de zijnen. Sven Kramer, later vandaag op de 5 kilometer. Irene Wüst is er helemaal klaar voor een aanval op het wereldrecord en voor een gooi naar de wereldtitel. Het is een mager deelnemersveld, Martin, mag je dat zeggen? 19 vrouwen aan de start, slechts één Duits, u zag haar daar inrijden, Lucille Opitz. Vriesinger, vrouw uitgebreid gezegd, ziek, zwak, maar niet misselijk. Bergstein gokt op de 3 en de 5 kilometer. Anschutz, vorige week in Calgary, tweede op de 3 kilometer, gokt ook op de lange afstanden. En dan hebben we alleen maar Opitz als Duitse vrouw in rit 4. Ja, net zagen we ook Rodriguez in beeld. 2 jaar geleden nog op het podium. En die Amerikanen hebben nu ook geen sterke deelnemster. Maar ik denk, als je het veld ziet, in rit 8, Fei Wang. Een gevaarlijke outsider. Zeker. Groves natuurlijk in rit 10. Tweede op de Spelen en vorige week op de wereldbeker finale. En stond mevrouw Nesbitt niet steeds op het podium in het voorseizoen? Ja, maar zij zegt, it's all gone. Alles is weg. En rit 7, Cindy Klaassen. Kan toch niet helemaal weg zijn? Nou. Kortom, er zijn belagers. Ja, binnen een seconde achter de snelste tijd van Irene Wüst vorige week. 10 ritten maar, 19 vrouwen slechts op dit wereldkampioenschap. Er zouden er 24 mogen starten. Er is diep gegraven in de reservelijst om Anna Ringsved te vinden. Die straks het feest zal openen, het bal zal openen. Ringsved, derde op de reservelijst, is daarvan afgeplukt om tenminste nog aan 19 vrouwen te komen. Veel afzeggingen. De complete Duitse top. Vriesinger, Anschutz, Pechstein. Laat dit schieten. Opitz vertegenwoordigt de Bondsrepubliek. Er waren geen reserves die zich hebben geplaatst van Duitse zijde voor deze afstand. Duitsland heeft dus, als het gaat om de nachtwoegs, om de opvolging, een groot probleem. Sablikova zegde af. Shannon Rampel kan hier niet rijden omdat zij de vierde Canadese zou zijn. En de voorkeur gaat uit naar Klaassen, Groves en Nesbitt. Ringsred dus namens de Verenigde Staten van Amerika. Ze is 22 jaar, traint in Calgary bij Marcel Lacroix. En heeft nog nooit onder de 2 minuten gereden. In Calgary lukte haar dat ook niet. 2:00.37 daar. Kijken of zij zich hier 5 dagen later kan verbeteren. In Calgary opende deze 22-jarige vrouw, die prachtig is, in Calgary, Canada als gezegd, in 26:09. En hier in 26:85. 500ste sneller. Ze heeft elke opening of elke doorkomst een 10e nodig om er de 2 minuten uit te komen. Nou, kijken of haar dat lukt. Goede rechte ende. Rondje 29-6 begon ze mee, voorzichtig, in Calgary. Voormalige skispringster is dit.
maar één keer niet telemark geland en enkelbanden gescheurd en overgestapt op een andere sport. Weer 29-6. En een doorkomst 56-51 die exact dezelfde is als vijf dagen geleden. Dus ze moet ergens 14e nog zien weg te halen om onder die 2 minuten te duiken. Laten we duimen voor Anna Ringsred. Rondje Calgary ging in 31-0. Nee hoor, dat gaat er weer niet lukken. Arne Hoogveld, Nederlandse Canadees. Ja, dat zeg je goed, Nederlandse Canadees. Maar hij traint met name de Chinese vrouw. Aziatisch, ja, samen met Kevin Crockett. En hier helpt hij Marcel Lacroix. En kijk hier, deze Ringsit neemt al iets over van Sablikova door een stap extra te doen uit de bocht. En dat doet ze wel. Oké, dus fantastische slotronde, maar 19e verval. Dat lukte wel. 1,59,85. Het geheim zat hem in de slotronde. Dit is Arno Hoogveld, geboren in Arnhem. Op jonge leeftijd overgestoken naar Canada. Gauw een ander jasje nu aan. Arno Hoogveld. Want daar komt de Rokita. En die traint hij ook. Ja, hij was altijd belangrijk in het Canadese kamp. Is daar op een of andere manier op een zijspoor beland. En traint nu nog steeds wel in Calgary. Maar ja, allerlei vrouwen uit buitengewesten, deze Amerikaanse Ringsred. En ook Rokita, de Oostenrijkse, die hier weer tegen een andere Amerikaanse rijdt. En dan traint hij ook nog de nodige Chinezen. Dus Hoogveld heeft diverse jasjes, ze passen hem allemaal. Starter, Jeff Fitzrandolph. De vader van. Baard is er weer af, stond hem ook niet. Verstandig gedaan. Links dus Anna Rokita. Die een wat kleurloos seizoen beleeft. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Mariah Lamb. Nog niet één persoonlijk record gereden. Lamb gecoacht door Tom Cushman. Voormalig bondscoach van de Amerikanen. En nu veroordeeld tot het trainen van wat regionale schaatsers, waaronder deze Mariah Lamb. Ja, en niet meer indoor, maar op de buitenbaan van Roseville. Niet ver van de indoorhal van Milwaukee. Lamb 26-03. Past bij haar. Rokita 26-8. Dat is niet goed. Ach, Rokita's seizoen is toch wel geslaagd hoor. Geen medelijden met haar. Ze won de 3 en de 5 kilometer tijdens de Universiade in Turijn. 2 keer goud. Daar was het haar om te doen. Eerste hele ronde van Lamb gaat in 29-5. Zestiende sneller dan Ringsred. Kijk of Lamp hier nog een lage 30er kan verbruiken. 35 of daarom. Nee, 31-3. Te verval van bijna 2 seconden is te veel. Ja, een rondje, ja. Bij Cushman. Hier in het verleden natuurlijk ook. Daar Hoogveld in dat blauwe jackie van Oostenrijk. Ja. In ieder geval, Cushman die in het verleden ook Rodriguez begeleidde. Ontslagen. Amerikaanse bond is een beetje stuurloos. ...2-0-0-43 voor Lamb en 2-0-1-53 voor Rokita. Dat zijn geen goede tijden. Dat zijn geen goede prestaties op deze ijsbaan, op deze hoogte. Van 1425 meter. Lamp heeft zich vergaloppeerd. En Rokita is dit seizoen niet beter dan ze nu is.
weer een Amerikaanse. Catherine Rainey, het is natuurlijk een slecht teken dat zij vroeg in het programma ook het ijs op moet. Ook het seizoen van Rainey is wat kleurloos. Dat moet ze dan nu wel kleur geven, want voor de Amerikanen, zo ook voor de Aziaten en trouwens voor de Nooren en voor de Duitsers geldt dat prestaties dit weekend doorslaggevend zijn voor het behoud van de Olympische status. En voor Rainey is het dan zaak op een van de afstanden waarop ze uitkomt, bij de eerste acht zich te klasseren, om naar Amerikaanse maatstaf de Olympische A-status te behouden. Nou, en als het op één afstand mogelijk is, dan is het eigenlijk op die 1500 meter. Ook is het de sterkste afstand. Gezien het deelnemersveld. Gezien het deelnemersveld. Jelkevic heeft het hele seizoen gereden in B-divisies. Hij verbeterde zich vorige week wel. En dit is voor Bjelkevic een hele snelle opening. En voor Rainey gemiddeld. Ja, en als je al wat overkruisen door Bjelkevic, dan gaat niet goed. Bjelkevic gaat wel helemaal naar binnen, dat doet ze slim. Er is weinig ruimte voor Rainey om er gebruik van te maken. Dus dan zorgt het 3 kilometer Rainey's beste afstand is. Maar ja, het verschil hier is wel erg groot al. Bjelkevic, durft ze? Ja, ze durft. 29-4. Rainey trouwens in deze ronde alweer sneller. Komt dus op toeren ook. Als Bjelkevic nog een beetje mee kan, dan wordt het nog een spannende finish. Al lijkt het erop dat Rainey nu onderdoor gaat komen. Die gaat een goede tussenronde rijden. Ja. Nou, dan is ze misschien toch van plan hier uit de slof te schieten. Haar familie is over. Opa en oma kwamen net binnen. Beste 8 is haar objectief. Rondje van 30-1 voor Rainey. Dat is goed. Veel beter dan een week geleden. De coach uit Hawaii, Ryan Shimabukuro. Hij is nu de grote baas in het Amerikaanse schaatsen. ...1.59.85 van Wings Red en daar rijdt Rainey onder 1.58.56. Zeer de vraag of ze daarmee de beste achterhaalt. Ik betwijfel het. Slotronde, 2 seconden verval, is te veel voor deze. Nee. Eigenlijk steen. Het lijkt me ook niet dat ze hiermee de beste achter heeft gehaald. Dan moet ze dat zien te doen op de 3 kilometer. Rainey ruim boven de 2 minuten, waar Zinkelgri nog ruim onder de 2 minuten reed. Ja. Niets wijst er dus. Ik zei Rainey onder de 2 minuten, ik bedoelde Jelkovic ruim boven de 2 en in Calgary reed ze ruim onder de 2 minuten. Niets wijst er dus op dit moment op. Al dat het hier sneller gaat dan 5 dagen geleden in Calgary. Nee, omstandigheden waren goed. Maar schaatsen zijn natuurlijk pas op maandag aangereisd. Het is nu donderdag. Een relatief korte tijd om te winnen. Hiromi Otsu. Japanse uit Obihiro. Stadgenote van Shimizu. Die we zullen moeten missen deze dagen hier. Rijdt tegen de enige Duitse. Lucille Opitz. Zoals de 4e Duitse. Die zich op basis van tijd had geplaatst voor dit toernooi. De andere 3 rijden niet. Vriesinger, Anschutz en Pechstein. Opitz is dus de enige Duitse vandaag. Oeps, en daar gaat Opitz bijna over de buitenkant van de schaats heen, maar herstelt zich nog. Voorzichtige openingen. Deze vrouwen zijn natuurlijk een stuk beter dan Rainey. Zouden ze moeten zijn. Beide vrouwen onder de 1,58 vorige week in Calgary. Nou, snelste tussenronde.
En dan hebben ze nu een rondje nodig, zoals Rainey, van 30-1. Want deze ronde van Rainey was nog goed. 30-1 of zelfs daaronder. Oh, Piet, 30-3. 14e sneller dan Rainey. En met een goede slotronde. En hier profiteert Opitz optimaal van de Japanse. Kan ze ook hier weer onder 1,58 uitkomen. Opitz verbeterde zich in Calgary naar 1,57,60. Met een goede laatste ronde komt ze daar hier nu onder. 1,57,58 de laatste ronde is niet goed. 2 seconden verval. Bijna. Ja, allemaal enorm verval die laatste ronde. Ik vind het opvallend. Het is ja, toch... daar moet Irene Wüst wel goed op letten. Ja, en die begint natuurlijk... Die klapt erin met een lage 25er. Reed goede rondjes met haar persoonlijke record vorige week. Oh, hoe ging het nou fout? Ja, ze keek... Ze week een beetje uit voor het blokje. Dat moet ze goed in de gaten houden, Wüst, want... In het laatste rondje heeft ze in Colombo veel verspeeld. Dat moet ze hier niet laten gebeuren. En dan moet Wüst zich realiseren dat een wereldtitel uiteindelijk misschien wel belangrijker is dan een wereldrecord. Want records, hoe scherp ook, raak je uiteindelijk altijd wel weer een keer kwijt. Titels niet. Simonata vanochtend al vroeg op de baan. Doet weinig, heeft moeie benen. Vorige week wel de wereldbeker 1000 meter binnengehaald, maar reed niet goed. Ja, maar hoe komt het ook? Langseizoen. Ik wil niets van haar prestatie afhalen. Hoe komt het dat ze de 1000 meter wereldbeker wint? Ook omdat een aantal toppers een aantal wedstrijden heeft gemeden dit seizoen. En Simonato reed overal. Wat ook tevens weer verklaart waarom ze zo moe is. Ja. Reed ook het Italiaanse allround kampioenschap. In de bedoeling zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Dat deed ze wel. Uiteindelijk zag ze toch van deelname in Colombo af. Ja, en ze heeft hier wel goed gereden. Ja, weken sprint. Dat werd gewonnen door Rodriguez. Reed ze een fantastische 1000. Ja, onder de 1.14. Dus ze heeft goede herinneringen aan deze baan. Nou, zij moet in elk geval de snelste opening kunnen neerzetten. Zij is de enige echte sprinter die meedoet aan deze 1500 meter. En dat moet een 25er zijn. Dat is het ook. 25, 64. Exact dezelfde opening als in Calgary. Een week geleden. En waar kwam Simonato toen op uit? Op 1.56.32. Meer dan 2 seconden sneller dan de toptijd van nu. 2 seconden sneller dan ook iets. Dit wordt een goede graadmeter. Veel gerust deze week. Trainen, dat hoeft u niet meer. Dat kan u ook niet meer. Vorm krijgen. Timing voor de bochten, goed aangesneden. Ja, een snellere ronde dan in Calgary. Ja. En zij moet in staat zijn in deze ronde nog een verval van pakweg een seconde te hebben. 30-0, dat zou mooi zijn. Na 28-8. Haar bewegingspatroon belooft niet veel goed. Nee. En dat zal straks in de laatste ronde helemaal gaan blijken. Hier op 30-2 verval van 1,4 seconden. En dan breekt de laatste ronde aan. En dat is vaak voor haar een martelgang. Kijk, ze wordt gestimuleerd door Marchetto. Die geeft aan 30-0. Ja. Ja, die belazert de kluit. Daar koopt Simonato geen brood voor straks natuurlijk. Zou ze ook een 32-1, 32-2 neerzetten? We zitten nog net onder de 1,57. Ja. Ze vecht. Het is een vechtjas. En ze krijgt het niet cadeau. 1,56,42. 31,6 slotronde. Maar dit is voor Simonato een goede slotronde. Maar de lat wordt niet echt hoog gelegd. Als het de bedoeling was van Marchetto om dit te bereiken, die goede slotronde, dan heeft het zin gehad. Die informatie. Je kan een schaatsen maar 1 keer belazen in zijn carrière. En daarna niet weer, hè? Nee, maar dat vertrouw je niet meer. 1,56,42. En voor de Koreaanse, de tweede tijd tot nu toe, 1,57,58.
Waar blijven al die persoonlijke records? Die zijn vorige week al gereden. Hier blijven ze nog uit. Hozumi Masako, 25e in het wereldbekerklassement tegen de nummer 12 uit dat klassement, Maya Vis, die een superseizoen kent. Geen podiumplaatsen, maar wel fraaie klasseringen. En voor Vis in Calgary een daverend persoonlijk record. Onder de 1,56. Onder de tijd van Simeon Hatusuweva. En Vis heeft geleerd van haar ervaringen van de Olympische Spelen van 2002. Heeft daar te veel getraind, was op een gegeven moment vermoeid. En deze dagen, na haar reis afgelopen maandag van Calgary naar Salt Lake, een klein beetje ingereden, 1-2 strijkrondes en dan van het ijs af rusten. Zwaar programma gereden in Calgary, de 1500 en de 3 kilometer. Het hele seizoen overal gereden en ook nog allerlei skate-offs. Een goede opening. En een opening van 26-13. Natuurlijk, dat is een halve seconde langzamer dan Simeonato. Maar Vis is ook geen sprinter. Vis moet ook in staat zijn om nu een 28er neer te zetten. Heeft ze ook nodig. Een beetje verkrampt door die bocht. Er is geen reden voor, hè, die verkramping. Want het is de eerste keer dat ze geen skate-off hoeft te rijden dit seizoen. Ja. 28-5, dat is goed. En dan rijdt ze hier nu nog maar een tiende boven de tijd van Simeonato. Die Italiaanse heeft ze dus al te pakken. Kijk naar dat gezicht. Zij kan zo ontzettend diep gaan in iedere training en in iedere wedstrijd. En nou, een 29er. Kan dat. Simeonato klopte 30-2. En kan Vis, die moet dat kunnen, een 29er. Ja. Dan rijdt ze op het schema van weer een persoonlijk record. Dat wordt een worsteling om weer onder die 1,56 te komen. Maar het zou kunnen. Ruimte zat. Ja, het is een end nog, zo'n laatste ronde. Dat hebben we bij al die andere vrouwen gezien. Je ziet dat het moeite heeft om de knieën te houden. Ja, Simeonato kon goed door die laatste ronde komen. En dan moet Vis het ook kunnen. 1,56,28. Net geen persoonlijk record. Slotronde 31,8. Ook 2 seconden verval. Ja, daar zit veel. Het geheim vandaag in, hoor. Wie komt die laatste ronde goed door? Tot nu toe Simeonato het beste. Maar de beste eindtijd staat achter de naam van Vis. Omdat zij in de tussenrondes sneller durfde te zijn. Beste laatste ronde dus Simeonato, 31,6. Beste snelste 1500 meter tot nu toe van Maya Vis. En nu gaan we weten wat het allemaal waard is. Want hier staat Cindy Klaassen. Winnipeg. Houdster van het wereldrecord. Regerend wereldkampioen. En ze rijdt tegen Maki Tabata. Vergis u niet. Haalde 2 keer het podium bij afstand wereldkampioenschap op de 1500 meter. Lang geleden weliswaar, maar toch 2 keer zilver. Waarvan 1 keer hier in Salt Lake City, 6 jaar geleden. Klaassen, 1 keer wereldkampioen. 1 keer zilver, 1 keer brons. Winnares van 8 wereldbekerwedstrijden over 1500 meter. Vorige week alles mis, met name op de 1000 meter. Herstelde zich op die 1500 meter. Eigenlijk alle belangrijke 1500 meters van de afgelopen jaren heeft ze op het podium gestaan. Vorige week opening van 25-4 in Calgary. Nu weer 25-4. Vertelde mij vanochtend dat ze op dit ijs meer grip heeft, zich hier beter voelt. Dan in Calgary. Moet ze me niet hardop zeggen tegen de Amerikaanse ijsmeesters. Snijdt hij de bocht goed aan. Tijdens haar race die haar het wereldrecord bracht op dit ijs, zij het door een andere ijsmeester bereid. Toen 27-2. In Calgary vorige week 27-9. En hier 27-7. Dus sneller dan in Calgary. Ja, wat houdt zij over? Zij moet het ook hebben van de eerste 700 meter. Tabata gaat goed mee. Ja, wat heet het? Tabata moet naar de buitenbocht en ja, Klaassen neemt nog een afstand. Ieder zijn niveau. Kijk, nu al moeite. Het is echt zwaar. Het ritme werd vertraagd aan het uitkomen van de bocht.
Dat mag niet. 29-4, het rondje in Calgary een week geleden. 29-0 nu. Oh, die gaat het moeilijk maken. Hard, die gaat heel hard. Het gaat wel hard. Ze is maar de tiende langzamer dan de tussentijd van Irene Wüst van vorige week. Ja, het geheim, heb je al vastgesteld, zit hem in de laatste toer van 400 meter. Wie komt die het beste door? Laag ritme, laag ritme. Maar ze glijdt wel door. Het ijs helpt wel hier. 31-0, de slotronde in Calgary. Daar zit er niet eens zo ver achter. En hier een slotronde van 31-1. 1-53-40. Tabata op de voorlopige tweede plaats, slotronde 31-0. Snelste laatste ronde nu dus van Tabata, 31-0. Klaassen doet het in 1-53-40, is sneller dan vijf dagen geleden in Calgary. Ja, ook 2 seconden voor de laatste ronde. Maar zij is een van de weinigen die zich verbetert ten opzichte van vorige week. Ik denk de eerste. Ja, sterk nog, het is de eerste. Katarzyna Wojcicka had een goed Olympisch jaar, maar groeit niet door in dit seizoen. Persoonlijke records slechts op de 5 kilometer en op de 1000 meter die ze niet zo vaak rijdt. Maar deze vrouw, Fei Wang, Aziatische allroundkampioene, 11e bij het wereldkampioenschap allround, heeft enorme progressie gemaakt op alle afstanden, ook op de 1500 meter. Verbeterden ze zich in Calgary tot 1.54.35. Dat zou op dit moment goed zijn voor de tweede plaats. Fei Wang is een allroundster, maar kan openen als een sprinter. Dat komt waarschijnlijk door de vele 1000 meters die ze dit seizoen gereden heeft. En waarop zij ook tot de wereldtop inmiddels is gaan behoren. Laten we eens kijken. Fei Wang opende in Calgary in 25-7. Dat valt tegen. Iets voorzichtig. 26-04. Waarschijnlijk gesouffleerd door Arno Hoogveld, die hier het rondebord ophoudt. Ja. Dat de laatste ronde zwaar is. Als hij zou winnen, wat daar moet gebeuren. De coach van China daar, zegt hij zelf, hè? Ja, China daar, ja. We hebben zelfs truinen van. Ja. Collectors items op de Olympic Oval in Calgary. Hier zag je het uitkomen van de bocht dat deze vrouw veel op snel ijs traint. 28-5 in Calgary. 28-7. Langzamer dus dan 5 dagen geleden. En dat werkt er wel ver terug op het schema van Cindy Klaassen. Die deed daar 27. Dat is 1,6 seconden, Martin. Dat pakt ze niet zomaar meer terug. Akkoord, zij is een allroundster van nature. Dat kan een voordeel zijn in de laatste ronde. Dan zou die rondetijd nu toch rond die 29-0 van Klaassen moeten liggen, maar dat doet hij niet. Nee, Fei Wang heeft het niet vandaag. 3 seconden langzamer al dan Cindy Klaassen. En dan helpt een laatste ronde niet meer. Hoe goed je hem ook rijdt. Klaassen rijdt hij net langs. Is erg diep gegaan. Kan nog steeds niet rechtop staan. Zware omstandigheden hoor. Mooie vis. Klaassen was binnen. Vis ook. Ja, dit stelt zwaar teleur. Fei Wang 1.56.85. Ook bij de slotronde van 31.6. Daar komt Wojcicka nog eens aan. Het is geen goed seizoen van Wojcicka. Nou, ik teleurgesteld. Ze won wel de 1500 meter in Turijn tijdens de Universiade. Dat zal een troost zijn. En dan gaan we ons nu opmaken voor de rit van de gedachte wereldkampioenen. Waarvan we allemaal hebben gezegd, zij gaat een wereldrecord rijden. Ik denk dat we die verwachtingen gezien de prestaties tot dusver op het ijs enigszins moeten temperen. En dat Irene Wüst dat, als ze verstandig is, ook doet. En dat ze zich realiseert dat wereldrecord, dat is allemaal leuk en aardig, maar het gaat eigenlijk maar om één ding, de wereldtitel. En dat zal Gerard Kempkes toch ook hebben gezien. Hoe zwaar alle vrouwen het hebben gehad in de laatste 400 meter. En dat is niet de kracht van Wüst, de laatste 400 meter. Er is maar één vrouw sneller dan de wereldbekerfinale van vorige week. Klaassen. Cindy Klaassen. Nesbitt,
Tweede in Heerenveen, derde in Berlijn, tweede in Moskou. Steeds op het podium in het voorseizoen. Je zei het al, bij het inlopen vanochtend, ik heb het niet meer. Nee. Hij zit nog jong, dan is het heel moeilijk om een seizoen stabiel te draaien. Maar Wüst is nog jonger. Ja. En die is het hele seizoen al stabiel. En ze moet zichzelf belonen en bekronen met een wereldtitel hier. Opening 25-45 is rustiger dan in Calgary een week geleden. Exact gelijk aan de opening van Sinterklaas. En nu, Nesbitt parkeren. Dat is een nadeel voor Wüst. Dan word je toch afgeleid. Ja. Snijdt de bocht wel heel goed aan. Hij tegen een Canadees. Het zal toch niet expres zijn, hè? Nee. Het zijn geen ploeggenoten, Nesbitt en Klassen. Het zijn geen ploeggenoten. Alleen landgenoten. Sinterklaas, een rondje van 27-7 hier. Wüst 27-8. Een tiende nu boven de tijd van de wereldkampioenen en de Olympisch kampioenen. Maar het is wel sneller dan de ronde van vorige week. Van het Nederlandse record. Het Nederlandse record. 1.22.26, de doorkomst van Cindy Klaassen. 1.22.02, Wüst duikt eronder. Met deze ronde van 28.7. Dan speelt ze hoogspel, maar het moet om wereldkampioen te kunnen worden hier. En dan die laatste ronde. En dan gaat het pijn doen. De lucht is niet vochtig. Minder luchtweerstand. Maar toch, we hebben gezien hoe zwaar iedereen het hier had. Klaassen 1.53.40 en Wüst duikt daaronder. Wüst duikt eronder. 1.52.71, ze is verzekerd van een medaille. Ze is verzekerd van een medaille en nog niet van de wereldtitel. Want in de laatste rit komt ook nog Christina Groves op het ijs. Niet voor een kleintje vervaard en Paulien van Deutenkom. Dit was een moeilijke kruising. Het moeilijkste moment van de race waarschijnlijk. Nesbitt kruipt ook naar de buitenkant van haar baan toe. En wat je net zei, Martin, dat leidt toch af. En dan toch 1.52.71. De vierde tijd ooit gereden op de 1500 meter. Geen Nederlands record. Geen wereldrecord. Maar mogelijk, denkelijk, goed voor het wereldkampioenschap. Voor een titel. Zij kan een goed idee te geven. Dit is een outsider. Houdt niemand rekening mee. Ze is ook altijd tweede, derde. Maar wel in de vorm van haar leven. Vorige week gezien. Hij heeft nog nooit internationaal een 1500 meter gewonnen. Groves. Maar ik ken nog zo'n vrouw. Die maar één keer een internationale 1500 meter won. En dat op een goed moment deed. Marjan Tim. Je kunt van die dagen hebben. Dus Wüst. Nog nergens van verzekerd. Ja, van brons. Kijk. Iedereen langzamer dan vorige week, behalve Cindy Klaassen. Wat kan Groves? 25-45 de opening van Wüst en trouwens ook van Klaassen. Groves net daarboven. Ja, en gaat gebruik maken van Deutenkom op deze kruising. Van Deutenkom sneller dan in Calgary vijf dagen geleden uit de startblokken. En denk erom, daar werd Van Deutenkom zesde. Ook een outsider die zomaar het podium op kan stappen. Op dit moment staan op het podium Wüst, Klaassen en Tabata. Kijk, ook een 27er. Ook 27-9. Daar ben je nog niet vanaf. Verschil 3/10 met Wüst. Van Deutenkom nog steeds sneller dan ze was in Calgary. En in Calgary reed ze 1.54.72. Sneller dan Tabata die nu derde staat. Van grote betekenis deze rondetijd. Wüst een 28er. Die heeft Groves ook nodig om nog uit de slof te kunnen schieten. En die rijdt ze niet, Groves. Die rijdt ze niet. Dan is de titel voor Wüst wel veilig nu. Seconde zou Groves moeten goedmaken op Wüst in de slotronde. Maar dan moet ze 29-6 rijden. Dat zit er niet in. Gaat ze niet doen. Irene Wüst is wereldkampioen op de 1500 meter. Nou, Verdeutekom, kun je er langs? Kun je er langs bij Groves? Nee, dat kan je niet. Kan die bocht niet meelopen. Daarmee verliest Verdeutekom het zicht op het podium. En zou Groves er nog op kunnen?
1.54.39. Twee Canadezen vergezellen straks de wereldkampioene Irene Wüst naar het podium. Irene Wüst, al wereldkampioene allround. Al winnares van de wereldbeker op de 1500 meter is nu ook de opvolgster van Cindy Klaassen. Irene Wüst is wereldkampioene op de 1500 meter. 20 is uit Goorle en het kan allemaal niet op dit seizoen. Het kan niet op. Haar eerste wereldtitel bij afstandskampioenschappen. Vergis u niet, ze was debutante op dit feestje. In 1.52.71, de vierde tijd ooit gereden. Alleen Cindy Klaassen twee keer en Irene Wüst zelf waren sneller. Cindy Klaassen, daar is ze op plaats 2. Groves haalt vaak het podium, maar wint zelden. Dat wordt vandaag weer bevestigd. Tabata schiet net tekort. Paulien van Deutenkom op een voor haar schitterende vijfde plaats. Dat is een stimulans om de zomer in te gaan. En kijk eens naar nummer 7. Daar staat Marja Vis. Drie Nederlandse vrouwen in de top 7. Het was een Nederlandse dag, deze 1500 meter. En het kan allemaal nog leuker worden later vandaag. Goed zo, dit is de Oval, dames en heren. Hier zitten wij en wij vieren feest. Wij zetten zo direct een rood-wit-blauw vlaggetje neer met een oranje wimpel eraan. En hoewel ik vind dat Wüst het fantastisch gedaan heeft, heb ik het idee van, om met Peggy Lee te spreken, is that all there is? Weet je dat? Dat gek is dat, hè? Ja, dat is, en het valt mij op. Dit doet me heel erg denken aan de allereerste wereldkampioenschap per afstand, toen ik ook mocht kijken daarnaar. En toen won Annemarie Thomas de 1500 meter. Ja. En toen wonnen nog meer Nederlanders goud. En toen had ik ook dat gevoel van, ja, maar is dit het nu? Alsof één zo'n afstand, je bent klaar, je hebt een kampioen en that's it. En dat is waar het mee te maken heeft. Een mini startveldje. Ja, is... Ik bedoel, we hebben 33 minuten gereden. Echt waar, hoed af voor Wüst. Ze heeft het waargemaakt. Maar er heerst hier iets van een niet-kampioenschap om me heen. Of ja. Zo, heb jij dat ook? Nou, ik denk dat het ook een beetje komt door het feit dat de tijden gewoon tegenvallen. Weet je, ja. Je gaat hier zitten, bedoel ik zelf ook en de rijders zelf ook. Van, kom, we gaan er even in knallen en dan valt het eigenlijk vanaf rit 1 tegen. En dan, dat is dan eigenlijk net wat dit toernooi kan een beetje nodig hebben. Snelle tijden, dan wordt het toch nog leuk met al die afzeggingen erbij. En dat lukt dan niet. Ja, en dan gaan wij hier eigenlijk alweer heel verwend zeggen van ja, we hebben slechts een wereldkampioen. Maar net wat je zegt, het is, je moet het nog wel doen. Maar je zag ook de reactie van Kempkers en jawel, natuurlijk. Van Wüst. Zie je echt, we niets van haar afnemen. Heel goed, dit seizoen voor haar. Prachtig. Van Deutenkom, vijfde. Chapeau, lintje eromheen. Vis, alles alleen gedaan. Verhaal kennen we ook. Heerlijk, weer zevende, zei jij. Ja. Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar om nou te zeggen dat dit een kwaliteitrijk startveld was en dat er een spanning door het toernooi heen sidderde. Dat, nou ja, is, dat is het jammere. Ja, ja, ja. We missen. Het zijn ook nog maar mensen. Ja, het zijn mensen, ja. Lang, toch wel een lang seizoen. En dat zie je toch altijd wel hoe dat gaat. En daarom zou de ASU eigenlijk moeten kijken naar... We moeten naar een kwalitatief startveld gaan. En niet naar een kwantitatief startveld van elk land drie rijders. Nee, zorg nou dat. Hè, want er zijn Canadese dames die goed zijn, maar die mogen niet rijden. Ja, Rempel rijdt harder dan 2.03, precies, hoor. Precies, en wij daarom. En in Nederland zijn ook nog wel dames. Dus ja, ik zou zeggen van ga het startveld aanvullen met kwaliteit in plaats van met kwantiteit. Dat zou dit toernooi denk ik al een stuk beter maken. Dan kom je wel op een punt dat ze hebben het deelnemersveld juist kleiner gemaakt. Ja. Om het aantrekkelijker te maken voor ons, voor de kijkers. Vooral voor de kijkers, voor het publiek. Het is alleen ontzettend jammer dat dan krijg je dus die regel dat er maar maximaal 3 moeten starten. Als je zegt de besten mogen met 4, dan betekent dat weer voor de ISU, en dat is het probleem, dat dan een aantal landen gewoon niet aan de beurt komt. Dan zeg je, jammer, ja, die horen, wacht even. Ja, ook, wacht even. Ja, nee, dan kan je zeggen die horen hier niet thuis, dan heb je daar gelijk in. Ik pleit steeds voor toch een soort van voortprogramma. Dat je toch een aantal mensen die er ook hard voor werken en veel voor willen doen, die ook die ervaring nodig hebben van een toernooi. Vanuit landen die niet goed, die geen geschiedenis hebben met schaatsen, geen cultuur.
geef dan een soort van B-wedstrijd toch weer een soort van voorprogramma. Maar laat ze er dan bij en doe dan de besten, echt de besten van de wereld. Laat die dan starten in dat A-programma met inderdaad 4 Nederlanders, 4 Canadese vrouwen en wat nog meer goed is. Nou, misschien dat je kriedekeur gehoord wordt. Kijk, er zijn hier de mogelijk 12 ritten zijn. Er zijn er 10 en er rijdt één alleen. Dus ja, het zijn al 5 mensen die hadden kunnen rijden. En je praat maar over 5. Hooguit 6 mensen die je aanvult door kwalitatief bezig te zijn. Zullen we ophouden met mopperen nu? We gaan nee, niet mopperen, het is een advies. Oké, okay. Je kan ook zeggen, zullen we ophouden met dat... Gedoe. Wüst, Klassen, Groves. Wat zei Frank ook weer? En Martin kwam daar ook goed bij. Klassen was sneller dan in Calgary. En ze was de enige die dat was. Zijn er 2. Tabata is ook sneller. Tabata, ja, die rit was sneller. Ja, de rest. Wat is dat voor een verklaring? Dit was toch altijd heilig, dit ijs? Precies, en de verwachtingen waren in de training ook hoog gespannen, na de trainingen. Ja? Van het is sneller en we gaan hier even wereldtitels en records aan diggelen rijden. En welk record zou niet blijven staan? Ja. Dat was het idee. En ja, nou zouden we het even moeten zien hoe dat verder gaat. Heel interessant. Wüst. Ja, ik wil graag even, als dat kan, en nou praat ik tegen Astrid Wisman, onze regisseur, en die zit in de wagen buiten. Zouden wij naar de rit van Irene Wüst kunnen kijken, Astrid? En als we dat kunnen doen, dan willen wij daar wel even zeggen. Want het was, leek mij toe, een wat onrustig gedoe, Bart. Ja, je ziet haar te veel met haar schouders van links naar rechts gaan. En dan draait ze eigenlijk de romp van de afzet af. En dat zag je eigenlijk vanaf de eerste ronde. Kijk, dan gaat die arm, heeft ze altijd al, die linkerarm op de rug, onrustig. Maar nu, ja, te veel. En je ziet iedereen wel die laatste ronde extra kapot gaan. Maar ja, je ziet hier ook de reactie van Gerard. Ja, maar dat is niet een echte reactie. Nee, dat was een blank gezicht. Nee, omdat je ziet dat het gaat schaatstechnisch niet goed. En dat is het verhaal waar je als schaatser en als coach controle op hebt van... Dat moeten we goed uitvoeren. En als dat niet goed gebeurt, ja, dan heb je gewoon je werk zeg maar niet goed gedaan, even heel simpel gezegd. Dit was die enigszins moeilijke wissel. Ja, op zich, het lijkt net of de schaatsen bijna tegen elkaar aankomen. Maar dit gaat goed. Ja, op zich heeft zij alleen geen slipstream, maar voor de rest ze heeft dat geen invloed. Ze moet wel een soort van versnellen, wat haar dan toch ook wel weer wat... Dit is er gewoon de eigen rit doorrijdt. Wat meer eigen geeft. Rit doorrijdt. Dus, nee, het is gewoon niet een echt goede technische race. En dat is alles bepalend op... Zeker op dit soort ijs. Fysiek, ja, maar goed, de anderen rijden ook niet sneller. Bart. Nee, precies. Dus het is een optelsom. Je zou ook kunnen zeggen van ze heeft in ieder geval wel het maximale eruit gehaald. Wat mij opviel was dat ze wel zorgde en bleef wachten in die afzet. Dus het was al wat onrustig, maar ze had wel een behoorlijke lange afzet. Zo ledig je de maag. Ja. Ik bedoel, dat is een LOE-cursus. Ja, oké. Als je diep gaat, ga je diep. Ja, dat zie je vaak als je dan... Hupsé, daar hebben we een mandje voor. Ja, dat 1500 meter gedoe. Ja, het is hier die enorme droge lucht. De hotels, alles is droog hier. En dat is echt slecht voor de longen. En dat is dan Calgary gehad, het vliegtuig hier naartoe. Allemaal optelsommen dat hier mensen die gevoelig zijn voor die longen minder zijn. En, heeft dat straks gevolgen ook nog voor de rest van het toernooi? Of is dat specifiek voor die 1500 meter waar jullie altijd op duiden? Is dat zo'n killer afstand voor het lijf? Het is vooral de 1500 meter waarbij een ontzettende aanslag doet op die luchtwegen. Het heeft met rijden. Ben je daarom steer geworden? Nou, ik had niet veel last van dat kuchje, omdat ik het vermogen niet had om hard te gaan in het begin. Maar je ziet het komt niet vanzelf. Het heeft gekost, hè? Dat kan je aan zien. Nou ja, maar je zag bij de voorbeschouwing vanmorgen was het toch positief, weet je, van nou, ja? Wereldrecord. Kijk, als zij in de training de signalen krijgen dat het niet kan, gaan zij niet 's morgens vroeg zeggen van nou, wereldrecord, het speelt mee. Maar je ziet gewoon, ja, het valt gewoon echt, de tijd valt tegen. En het is een beetje op handen en voeten gegaan. Het is altijd als je technisch niet goed gaat, ga je het fysiek compenseren. Want je gaat dan harken. Ja. En dan ga je zo diep. Dat is het verneukeratief van schaatsen. Maar als je dan toch gaat harken en je moet zo diep gaan en het doet dan pijn. En je wordt dan toch met deze tijd 1:52:71. Dan zeg ik alleen maar... Tuurlijk. Heel mooi gedaan, meid. Ja, absoluut, wereldtitels zijn wereldtitels. Ja. Staat altijd in boeken. Niemand heeft sneller gereden dan vorige week op 2 dus, na. Ja. Dus waar hebben we het over? Ja. Ja. Nee, maar het is het feit dat je dus het fysiek zo kapot gaat op het slechte schaatsen. En als je goed schaatst, dan gaat het juist goed. Ziet het er makkelijk uit. En dan denkt iedereen van dat gaat vanzelf. Sven Kramer ook zo'n voorbeeld. En de voorsprong van Wüst op klasse is 17e. 0,69. Niet te weinig, ja, hoor. Ja, ja, ja.
Dames en heren, u zult denken van, doe eens wat met een ceremonie of zo. Maar nu vallen we dus in de handen van de ISU en die heeft daar een bepaald strak ritme voor. Maar hoe strak dat na de races, weet ik niet. U ziet in ieder geval wel de Zambonis. Het lijkt mij zinvol om onze camera's, u weet, alles hier wat u ziet, is in handen van Nederlandse cameramensen als het schaatsen betreft. Dus dat is het prettige aspect van alles. Dus vang met die camera's maar wust. En laat maar zien wat er gebeurt voordat ze naar die huldiging toe moet. En die zal over hoeveel minuten? Over 3 minuten vanaf nu plaatsvinden. Dan zullen de Zambonis, en dat zijn die ijsmachines die je achter ons ziet, zullen die zo'n beetje klaar zijn met hun werk. En dan zal zij zich als eerste bij dit wereldkampioenschap mogen gaan melden. En daar is Pa uit Dokkum. Die vastgezeten heeft op Toronto in de sneeuwstorm. Ja. En hij heeft de eerste gouden medaille binnen als winnende coach. Op zijn verjaardag. Is Gerard jarig? 40 vandaag hoor. De Big 4-0 voor Gerard. Neil Marshall. Weer een mooi cadeau. Ja. Maar ja, het is wel komisch om te zien dat het hele jaar gaat het allemaal super. En dan ze willen even naar de familie, schat en dan ik. Zie je een wereldtitel en dan zie je dat toch teleurgestelde gezicht. Dus ik, de team eist. Ze zijn zo perfectionistisch als team zijn. En dat zie je hier terug. Ik vind het op zich wel heel mooi. Ja, ik vond dat gezicht van Gerard toen zij klaar was. Ze was dus over de finish. En de euforie en de mimiek van Heerenveen toen hij uit zijn dak ging bij alles. Ja, maar daar klopte het even, allemaal. Maar het bleef een strak, bijna blank gezicht. Dat is wel logisch. Als je op een wereldrecord weggaat en dat rij je niet, dan ben je uiteraard teleurgesteld. Maar nogmaals, je moet ook kijken naar wat de anderen gedaan hebben. Altijd in perspectief blijven zien. Nou ja, ze heeft de wereldtitel met een gouden randje. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus zonder gouden randje. Nou, 1:52-71. Ik zou het inlijsten en zeggen van... Nee, maar dat is haar gevoel. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Ja, zonder dat wereldrecord. Terwijl ze toch wist, en dat heeft ze gezien aan al die anderen die op een hoop gingen in de laatste ronde, terwijl ze toch wist dat het heel zwaar was? Uiteraard. Ja, dat is mijn mening. Ik denk dan bij mezelf van, je hebt die titel, je weet dat de anderen ook niet hard gereden hebben, dus kan je blij zijn. Hebben wij overal camera's staan? Ja, geloof ik, hè? Dit is toch wel knap werk, jongens, dat jullie dat allemaal zo hebben. In de catacombe van de Olympic Oval. U kijkt werkelijk in de keuken nu. In de keuken van een sterrestaurant. Met een sterkok. Echt waar. Klasse, jongens, dit. Gewoon mee en hupsee. En ik geloof dat wij de eer hebben om zo direct de wereldkampioene. Ze komt nu boven. Ze zoekt Bert Maalderink. En dan is dit klopje op de schouder is de eerste van hallo. En na de eerste hallo moet er meer komen. Maar nu is de vraag of ze al klaar is met het apparaatje. Of ze al kan praten. En ik denk dat ze zo direct zich om zal draaien. En dan Nederland en u aan zal kijken. En om te vertellen hoe het was. Bert, ben jij klaar? Ja, ik wel. Ik wel. Nou, doe maar. Gefeliciteerd. Maar je voelt je niet lekker, hè? Het was echt hele zware omstandigheden. Je merkt dat je nou een paar honderd meter hoger bent dan Calgary. En Calgary was het ijs toch nog iets sneller. Dus ik ben echt heel diep gegaan. En maar wel heel erg blij met mijn wereldtitel. Nou, je hebt gewonnen. Ja, daarom dus. Ik ben gewoon wereldkampioen. Ja, daar ging het allemaal om natuurlijk. Want vanochtend ging het even over wereldrecords. Dat was volstrekt niet aan de orde, hè, met deze omstandigheden. Nee, ja, vanochtend toen geloofde ik er zeker nog in. En, toen ik zag de rit voor me en iedereen was eigenlijk langzamer dan Calgary, behalve Cindy. Maar die had in Calgary iets mindere week. En ik zette alles op alles in mijn race. Maar ik wou sneller de eerste ronde rijden dan vorige week, maar dat lukt al niet. Maar schrok je daarvan trouwens? Dat iedereen langzamer was? Of, dat jij niet een snellere ronde had dan in Calgary. Dat je dacht van, oh jee, Klaassen toch misschien? Nee, dat schrok ik niet van. Want ik wist dat ik had zo opgebouwd met Gerard dat mijn kracht in het tweede deel van de race zou liggen. En dat lag je ook zeker. Dus ik heb ook op zich gewoon een hele goede race gereden. En ik ben gewoon wereldkampioen en we mogen echt niet klagen. Nog even over die kruising, hè? Want dat was ook zo'n moment dat ik dacht van, dat kan ook anders aflopen. Ja, maar goed, ik had meer snelheid en ik kwam uit de buitenbocht. En ik denk, ik kan wel inhouden, maar ik heb voorrang. Dus het zou dom zijn van mij geweest zijn als ik Nesbitt voren laat gaan. En ik denk dat het zo uiteindelijk wel goed is opgelost, toch? Nou, dan kom je over de finish, dan win je, ben je wereldkampioen en dan is het... Oh. Ja, dan is het heel je lichaam, ik kan niet meer. En ik had net ook een bloedneus en ik was gewoon echt even op. En hoe voel je nu? Ik voel me nu weer genieten van dat ik nu voor de tweede keer dit jaar al wereldkampioen ben. Ja, en het kan nog een keer gebeuren.
Ja, misschien nog wel 2 keer of 3 keer. Dankjewel. Graag gedaan. Ze kan nog goed rekenen ook, want ze heeft het niet alleen over die afstanden, maar ook nog met de ploegen. Ja, ze is dus nu weer bij de les. Maar ze moet wel heel diep geweest zijn. Ja, dat geeft ze zelf ook aan. En ja, nu dat zie je ook gelijk weer die longen vochtig maken. Om gelijk het herstel erin te krijgen. En dan genieten van je overwinning en dan weer opbouwen naar de volgende dag. Hoe lang blijft overigens zoiets in je, zo'n aanslag? Die bloedsmaak in je mond? Tot de volgende dag. Ik heb daar echt dan... Je blijft ook hoesten. Dagen daarna kun je wel blijven hoesten. Maar echt die smaak in je mond, dat duurt gewoon een paar uur voordat dat weg is. En het is zo rauw hier van binnen. Het is echt... Het is gewoon niet fijn. Mensen zullen zeggen van waarom doet het mens dit? Waarom deze zelfkastijding? Dat moet je ook niet afvragen, hoor. Je ziet ze nu weer lachen. Ik bedoel, het levert wat op en soms wat niet. Maar ja, moet je anders doen. Het positieve is wel van dit gesprek dat we nu weten dat ze wel heel blij is, hè, met die titel. Jawel, zeker. Dus dat is wel mooi. Goed, dat nemen we mee. Van de 19 deelnemsters hier op de 1500 meter gaan we zo heel langzaam beginnen aan de eerste ceremonie van deze wereldkampioenschappen per afstanden. Misschien dat we vandaag wel een dubbelslag hebben, want u weet, we rijden straks de 5 kilometer voor mannen. En daar staat misschien ook wel iets heel moois te wachten. We kunnen zo'n beetje gaan kijken naar datgene wat er in die doosjes zit. En dat zijn medailles. Gebracht door, zo te zien, schoolkinderen. Dit is de nummer 3. Groves. Die in de laatste rit 1.54.39 neerzet. En eigenlijk makkelijk wegloopt bij Van Deutekom, die vijfde wordt. Dat is dan de slotrace. Dit is Klassen met 1 geweldige mispeer in haar race. Klassen is goed voor 1.53.40. En hier is de wereldkampioen 2007. 1 minuut 52 en 71 honderdste seconde. Was getekend de Brabantse Irene Wüst. Dag Irene. Wij zijn trots, we zijn blij. En toch blijft er dat gekke sfeertje, maar daar gaat het nu niet om. Ze is wat ze is. Ze is wereldkampioen. 2 Canadese vlaggen en 1 rood, wit en blauw op de eerste dag. Schoolkinderen uit Salt Lake City met opgepompte drumsticks. Met heel veel plezier hebben ze die uitgedeeld aan die kinderen. Denk niet dat ze hier vrijwillig komen, maar ze mochten dan komen met de hele school. En dan is het een beetje opgevuld, want anders is het zo helemaal zo oranje. Wopke de Vecht levert de wereldkampioen af. Wopke de Vecht is de, zeg maar, nieuwe Ab Krook. Maar dan met Rod Stewart haar. En dit is Derek Parra, die is zo'n beetje de ceremoniemeester. En dit zijn de trotse ouders die hier staan te kijken naar datgene wat hun kind zojuist gedaan heeft. We raken ook al een beetje gewend aan deze mensen. Die komen ook al in talkshows. Maar ja... Dat hoort er waarschijnlijk wel bij. En dat maken wij er ook van, natuurlijk. Als je ook de tribune hier ziet, dan zie je een groot gedeelte ouders, familieleden van Nederlandse schaatsenrijders en rijsters. Die allemaal uitgenodigd zijn. Ja, die zijn uitgenodigd door de sponsoren. Groves, Wüst en Klassen. Wüst die geen post-Olympic trauma of wat dan ook kende, die gewoon doorknalde. Klassen die het heel anders deed en Groves die volgens mij een beetje beter begon dan dat ze eindigde dit seizoen. Ja, ben ik met je eens. En, Vorige week race ze 3 persoonlijke records. Ja, die heeft ook geen slecht jaar na de spelen. Heel on-Canadees. Heel stabiel en dus on-Canadees, bedoel je dat? Sorry? Stabiel en dat ze doorgegaan is. Ja, absoluut, ja. Nummer 1. De eerste is binnen. En Jan Dijkema, ook Nederlander, mag deze gouden medaille geven. En die Canadese meiden staan elkaar nog iets uit te leggen daarachter. Cindy Klassen, 5 keer een Olympische medaille vanuit Turijn. Daarna heldin. En een beetje onbestemd jaar. En dan word je in je onbestemde jaar tweede meteen. En de nummer 3. Ja, ze zit er heel vaak bij, maar nog nooit eerste geworden, Christina Groves. Ja.
Nou, dit is allemaal hartelijk en gemeend en lief. Hupsee en die meiden zien elkaar terug in een grote Canadese ploeg. Want u weet dat de volgende winterspelen in Vancouver zullen plaatsvinden. Dat is in Canada. En daar gaat de Canadese hardrijderij op de schaats heel wat aan doen. Daar worden heel veel fondsen voor opengetrokken. En dan zullen de onze nog eens wat anders aan Canadees materiaal tegenkomen. Daar ben ik van overtuigd. We gaan luisteren, dames en heren, naar het Wilhelmus vanaf 1600 meter. Wat is het? Klinkt het zo? Ik vraag me af of ze net aan die Canadezen heeft uitgelegd dat er 26 coupletten zijn. Dat is een repeat-knop wat er aan. Nee, dat is goed. We hebben het eerste kampioenschap hebben we gehad, dames en heren. De bril gaat op, zoals ook Lance Armstrong dat bij huldiging altijd deed en daarmee een trend zette. Dit is het wat de vrouwen betreft. 1 Irene Wüst, 1:52.71. En dan 2 Canadese vrouwen. We hebben de eerste afstand, de 1500 meter voor de vrouwen, hebben we erop zitten. En we kunnen feestvieren. Wat betreft een gesprek met Paulien van Deutekom komen we daar straks op terug, dames en heren. Het lijkt mij zinvol om naar de tweede afstand te gaan kijken. Dat is de 5 kilometer voor mannen.